Hallo, Rick van CEP hier. Welkom bij de tweede aflevering van CEP Leert. De Nacht van de Poëzie zit er aan te komen in Tivoli-Vredenburg, waar je overigens dik vette CEP-korting op krijgt. Dus daarom ga ik in deze aflevering proberen om dichter te worden. En ik heb hier in Broessen in Utrecht afgesproken met Jonathan Griffioen, die ook op de Nacht van de Poëzie staat. En hij gaat mij de fijne kneepjes van het poëzievak leren. Dus ik ga nu gewoon naar binnen. Doei. Hoe lang zit je nou te werken aan een gedicht? In het romantische beeld van een dicht is inderdaad van, daar zit hij dan met een mooi leeg vel en dieptepeinzen. Maar hoe werk jij? Het verschilt heel erg. Als ik in de opdracht werk, dan doe ik het soms heel snel. Dan stel ik ook misschien wat minder hoge eisen aan. Maar als ik echt zelf bezig ga, dan doe ik dat vaak zeg maar, over de hele breedte van een bundel. Dan is het niet één gedicht, maar het is een gedicht in een reeks van 50 of zo. Dat kan soms jaren duren. Aan mijn debuut heb ik 2,5 jaar gewerkt. Nou, je zei net ook al dat je in opdracht werkt. Nou, ik ga zo ook in opdracht werken. Ik ga namelijk in 10 minuten een gedicht proberen te schrijven. Heb je misschien tips of hoe moet je te werk gaan als je in zo'n korte tijd wil dichten? Nou, dan zou ik in ieder geval niet zelf gaan schrijven. Dan zou ik een aantal verschillende bronnen pakken. Misschien, ik zie daar wat jeugdboeken staan, dieetboeken zie ik daar. Pak wat verschillende dingen en lepel daar wat zin uit en voeg die samen. Een soort knip- en plakken gedicht. Ja, een collage gedicht, ja. Oké, cool, een collage gedicht. Let's go. Gejaagd door de wijn. Al bij hobby's. Ik hou van mensen met hobby's. Nou, misschien kun je hier dan ook wel wat uithalen. Ja, ik vind de naam Zoete Spruiten sowieso spreekt. Zoete Spruiten heeft wel iets, hè? Ja. Ja, het spreekt aan, ja. Zoete Spruiten. Ik denk toen Jochem van Gelder nog een baan had. Ja. Hey, wat toeval. Wat leuk. Wijk van Johan van Griffioen. Ja, dat zijn hele mooie zinnen. Ik deze ook mee. Oké, nou, ik denk dat we nu al genoeg hebben. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het zo moet lukken. Oké, ik ga aan de slag. 4 boeken. 4 boeken, 4 zinnen? Zullen we dat gewoon doen? Ja, dus lepel eruit als je eruit wil lepelen. Nou, lekker lepelen dus. Let's go. Drie, twee, één. Pen neer. Met pindakaas kun je eindeloos variëren. Een fijn gevoel dat ik zo mijn steentje bijdraag. In elke gift zit gif. Dat gaf ik vroeger om zuiverheid. Lopen op parade. Jonathan, dit is hem dus. Ik heb hem even voor je neergelegd. Ik zou het fijn vinden als je gewoon in je commentaar alles vertelt. Wat hij mis aan is, of wat hij goed aan is. Waar je blij van wordt, waar je verdrietig van wordt. Of waarvan je zegt, hey, hier zou ik op verder gaan. Nou, ik vind het wel interessant dat je van gif naar zuiverheid gaat. Er zit wel een zekere spanning tussen in ieder geval die twee zinnen. Kun je nog uitleggen waarom je er lopen op parade van hebt gemaakt en niet lopen op de parade? Het klonk een beetje alsof je ergens echt op kon lopen in plaats van dat je ergens doorheen liep. Ja. Dat vond ik interessant. Ja, klopt. Dus dan lijkt het net alsof parade een weg is, zeg maar een zandweg of een kiezelweg of zo. Ja, een vaste ondergrond. Ja, cool. Nou, mooi gedicht. Ja. Er zit wel iets in. Nou, dat was echt heel leerzaam. Ik wist niet dat je ook poëzie kon drijven door zomaar zinnen uit andermans bundels of boeken te halen en daarmee aan de haal te gaan. Dus dat heb ik zeker geleerd van Jonathan Griffioen. Of ik verder ga met dichten, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik sowieso naar de Nacht van de Poëzie ga om daar andere collega-dichters te aanschouwen.